dit plantje, dit is de boosdoener. Het plantje heet herfststijloos en zat tussen het hooi dat fokker Isabel van Gisbergen uit Hoge Mierde haar paarden te eten gaf. Een van haar beste paarden kon na een training ineens niet meer lopen. En toen viel hij onmiddellijk neer, alsof hij doodging. De dierenarts komt die middag 3 keer langs, maar hij kan niets meer voor het paard doen. Diezelfde avond gaat hij dood. Er zijn dagen die wil je nooit meer meemaken, maar dit was er één van. Ja, het was een triest beeld, het was dramatisch. Het is voor Isabel extra erg omdat ze dit paard jarenlang zelf trainde. Het was een volle broer van het paard waarmee dressuurrijder Edward Gal veel succes heeft. Toen Isabel het plantje dat ze in het hooi zag zitten ging onderzoeken, kwam ze erachter wat het was. Vooral de zaadjes die hier in dit kokonnetje of zaadballetje zitten, dat is het meest dodelijk. En de stengel schijnt het meeste gif te bevatten. De Gezondheidsdienst voor Dieren bevestigt dat dit inderdaad herfststijloos is. Een plantje dat in Nederland niet veel voorkomt. Het hooi van Isabel wordt geïmporteerd uit de Eifel. En de symptomen van het paard passen ook bij het eten van de plant. Voor de zekerheid heeft Isabel al het hooi waar het plantje in zat weggedaan. Maar daarmee zijn de zorgen nog niet voorbij. Nee, helemaal niet. Want we hebben nog 6 drachtige merries die dus een veulen moeten krijgen. En het gif is zeer gevaarlijk, ook voor de ongeboren veulens. Het kan DNA-veranderingen geven. Het kan ook door de placenta een invloed hebben op de celdeling. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft aan de leverancier laten weten dat deze partij hooi niet meer als voer verkocht mag worden.